Slachthuis Verbiest terug open. Geert Bourgeois stapt uit de parlementaire onderzoekscommissie Dutroux. En Isegemse piloten op Omloop van Vlaanderen. Dag kijkers. Dit is de tweede productie van TV Isegem, u aangeboden door Netwerk TV. Wij brengen u in magazinestijl de gebeurtenissen uit Isegem samen met Geert Dane en Evi Gruijaert. We bekijken Isegem ook even vanuit de hoogte. Maar dit is voor straks. Het Isegemse slachthuis Verbiest kwam in opspraak nadat keurders van het IVK, de Rijkswacht en het parket een inval deden. Maar Louis Verbiest neemt het niet langer dat zijn zaak gesloten blijft en trok vorige week naar minister Colas om een en ander duidelijk te maken. Het slachthuis van Isegem zal hoogstwaarschijnlijk op het ogenblik dat u naar deze reportage kijkt opnieuw open zijn. Nadat er een lading Frans rundvlees werd aangetroffen dat niet in orde was gelabeld, werden aanvankelijk de opslagruimten en later het ganse bedrijf verzegeld. Het Isegemse slachthuis werd op bevel van minister Colas gesloten. Wij werken bona fide en ook de inspecterende dierenartsen hadden die lading perfect kunnen controleren. Dat zegt Louis Verbiest. Hij voegt eraan toe, ik kan toch geen 24 uur op 24 uur in mijn bedrijf aanwezig zijn. Wij hebben die vraag ook gesteld naar het IVK toe en daar bleef men ons het antwoord schuldig. Normaal gezien is er hier toch continu controle, denk ik. 13 veeartsen. En hebben die dan niks gezien? Zelfs de inspecteur had het ook niet gezien. De nieuwe veearts heeft het dan gezien, de inspecteur is hier gekomen, heeft dat gezegd en daar hebben ze een drama over gemaakt. Maar nu, strikt wettelijk gezien, kan het dat vlees vanuit Frankrijk, die niet aanvaard wordt in Rusland, hier verwerkt wordt en dan van hieruit geëxporteerd wordt naar Rusland? Mag dat in feite? Bij mij weten, dokter De Sticker die zet in de brief dat Frans vlees niet naar Rusland mag. Maar bij mij weten, ik heb onder andere de papieren gekregen van de ambassade in Frankrijk, dat mag Frans vlees naar Rusland. 4 departementen niet, maar de rest allemaal. En dan de heisa rond een partij vlees dat Louis Verbiest uitvoert naar Egypte. Het gaat over 572 ton rundvlees. Door het feit dat er een malaise en een impasse is in de vleessector in België, beslist de Egyptische overheid alle toevoer van Belgisch vlees te verbieden. Het schip moet dus terug België binnenvaren. Op 14 september vaart het Zeebrugge binnen. En op dat ogenblik informeren wij meerdere malen naar het kabinet van Volksgezondheid waar het vlees zich bevindt. Zij blijken van niks te weten, niettegenstaande hun eigen keurders, de keurders van het IVK, in Zeebrugge op dat ogenblik zelf bezig zijn met controles uit te voeren. Ook in die 572 ton rundvlees wordt niks verdacht aangetroffen. Wel wordt er 6 ton, 6000 kilo, vernietigd. Dit zijn stalen die men uitrekt, laat ontdooien om de controles uit te oefenen. En wie hier de rekening zal betalen, dit blijft natuurlijk een open vraag. Welk een verlies betekent dat nu in feite voor u? Oh, dat verlies is enorm groot. Kan ik u dan moeilijk nu vandaag zeggen hoeveel verlies dat betekent? Dat is een groot verlies. Jammer dat zoiets allemaal gebeurt, vind ik. Ik versta niet hoe dat kan gebeuren. En, nu hebben ze toch gezien dat eigenlijk toch die... Het vlees dat in de boot was, dat toch in orde was. Is het toch niet zo dat het ook een klein beetje is omdat de vleessector in een impasse zit, in een malaise, en dat dan bepaalde ambtenaren misschien gaan panikeren en van het mensen dat volgt gaat bepaalde beslissingen nemen? Ik denk wel dat misschien wel de mogelijkheid is dat er een beetje paniek ontstaan heeft, maar de mens die logisch resoneert, slachthuis Isegem is een slachthuis, dat weet iedereen. Dat hangt af van West- en Oost-Vlaanderen, van de beesten die ze slacht. Die doen niet slachten. Ik ben geen slachter. Ik versta niet hoe ze kunnen denken dat ik zou eerst stukje vlees kopen van Engeland. Ik heb dat nooit niet gedaan. Dat is iets dat mensen die zoiets durven zeggen, dat is een schande. Maar ik kost me niet verwijderen omdat ik al die controles moest ondergaan. Men kan zich echter de vraag stellen of de sluiting van Verbiest wel nodig was. Nu achteraf blijkt dat ruim 1.700.000 kilogram vlees van laatste noemde werd gecontroleerd, zonder daar maar één verdachte zaak in te vinden. Meer nog,
Men kan toch niet zomaar bedrijven sluiten op basis van eventuele vermoedens door één persoon. Men had in diezelfde periode het bedrijf bijvoorbeeld kunnen laten werken met permanente controle van het IVK. Maar daar heeft het IVK geen middels voor. En dat zou misschien wel een van de redenen kunnen zijn waarom her en der iets misloopt in de vleessector. Wil Frankie Hemelare uit Passendalen nu wel of niet in de pas lopen van het stadsbestuur? Een vraag die menig Isegem naar zich stelt. De uitbater van Muziekcafé kwam herhaaldelijk in aanvaring met het stadsbestuur en de politie. Voor burgemeester Verledes was begin augustus de maat vol. Hij liet het café 2 weken sluiten. Precies 1 minuut na middernacht opende het Muziekcafé tijdens de nacht van 15 op 16 augustus opnieuw zijn deuren. Het trouwe publiek stond niet meteen in dichte drommen aan te schuiven, maar toch doken enkele klanten nagenoeg onmiddellijk op. De verplichte sluiting liet dus geen sporen na bij het cliënteel. Toch betekende de sluiting voor uitbater Frankie Hemelare een serieuze aderlating. Het Isegemse Muziekcafé werd begin mei geopend en kreeg van meet af aan af te rekenen met heel wat problemen. Buurtbewoners ondertekenden een petitie tegen de lawaaihinder en de politie moest verschillende malen tussen beiden komen voor vechtpartijen. Problemen die volgens de uitbater terug te schroeven zijn tot 1 lastige klant. Er zijn altijd enkelingen die zich niet kunnen houden aan de regels van het uitgangsleven en met die hebben we altijd problemen. De 2 weken sluiting liet de Hemelare toe om orde op zaken te stellen. De overijverige buitenwipper werd de deur gewezen en er kwam een extra kracht bij. Ik heb een bijkomende portier, een binnenportier aanvaard. Dus een gekende mens van Isegem, een goed bespraakt en een mens die bepaalde problemen kan relativeren. En ik denk dat ik daarmee zal lukken. Of de problemen hiermee definitief achter de rug zijn, is evenwel een andere vraag. Ondanks een uitdrukkelijk verbod op het maken van muziek tijdens het herfstmuziekfestival, waren de harde bastonen uit het Muziekcafé tot op de eretribune aan de overkant van de markt te horen. De Isegemse politiecommissaris liet de muziek stilleggen. In ons interview bij de heropening van het café liet Hemelare nogthans andere intenties uitschijnen. Ik ga me aan de wettelijke normen houden, ja. Het geduld van een aantal beleidsvoerders raakt evenwel duidelijk op zijn eind. Voorreizigers zakken maar al te graag af naar Isegem Kermis. Buiten de drukke weekends zorgen immers tal van nevenactiviteiten voor extra hoogdagen. Naast de beroepsrennerswedstrijd spijst vooral de Seniorendag de weekinkomsten van de attractiehouders. Ook al zijn de tickets dan aan halve prijs. Je zou voor minder staan kijken naar al dat jong geweld. De glimmende attracties konden met hun decibels weinig senioren tot een wild avontuur verleiden. Op hun 12e Seniorendag stond het volksplezier immers op de eerste plaats. En dat werd door de honderden senioren in de eerste plaats gevonden bij een spelletje bollesmitto of ballonprikken. Kermisspelen die de tand destijds wonderwel doorstaan hebben. En dat geldt ook voor de 5 verschillende volkssportdisciplines die het onderwerp uitmaakten van het 11e West-Vlaams kampioenschap volkssporten voor 55-plussers. Sinds het 2e bestaansjaar van de Seniorendag wordt er op donderdag op de diverse markten immers een plaats vrijgemaakt voor de schoelbak, de trou madame, de toptafel, de puddebak en de gaaibolling. En wie niet meteen staat te popelen om zich met anderen te meten, geniet dan maar rustig op het terrasje van een frisse pint. Want ook dat is uiteraard de Seniorendag. In heel wat kroegen spelen muzikanten nostalgische deuntjes. Ook het West-Vlaamse Seniorenorkest zorgde voor 3 openluchtconcerten. En voor wie ondertussen de hongerige magen begonnen te knorren, brachten de eeuwig smakende smoutenbollen voor heerlijk soelaas. Een beter volksfeest kan men zichzelf niet denken.
De geboorte van TV Izegem is de voorbije maanden zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het ontvangen van de gratis videocassette vormde al snel het gespreksonderwerp bij uitstek aan de toog of in de kapperstoel. Onze redacteur voor Izegem, Bjorn de Laye, peilde naar de reacties. Op de vooravond van de bedeling werd de eerste editie van TV Izegem aan de pers voorgesteld. De verslaggevers van de verschillende dag- en weekbladen hadden lovende woorden voor de eerste nieuwscassette. Dat was ook de mening van enkele Izegemnaren die we tijdens een wekelijkse marktdag voor de microfoon haalden. Heel mooi. Goed dat ze dat nog maar dikwijls doen. Goed. Goed eigenlijk over het algemeen. Hè? Het komt eigenlijk rechtstreeks van uw eigen streek en het is tamelijk uitgebreid. Wat je anders alleen in de krant vindt, is nu een keer op een andere manier. En het is interessanter eigenlijk, het is een bewegend beeld en dat is waar, dat spreekt meer aan eigenlijk. Maar ja, dat is, vind ik zelfs heel goed. Ja, dat is prachtig. Goed initiatief en vooral het is gratis. Hè. Toch waren ook enkele negatieve noten te horen. Heel wat middenstanders trokken aan de alarmbel, omdat nogal wat adverteerders niet van Izegem waren. Reden genoeg vond NCMV-voorzitter Jos van de Wallen om tijdens de gemeenteraad het Schepencollege hierover te interpelleren. Als antwoord verhoogde de reclameregie van TV Izegem zijn inspanningen en kregen tal van middenstanders een bezoekje. Hierdoor werd deze tweede cassette nog meer Izegems, een gegeven dat uiteraard ook de redactie alleen maar heeft verheugd. De zaak Dutroux blijft maar aanslepen. En wie gedacht had dat onze politici het voor eenmaal eens zouden zijn, heeft het mis. Ook hier blijken partijpolitiek en dito gekibbel voorrang te krijgen op de grond van de zaak. De Izegemse parlementariër Geert Bourgeois vond het welletjes en stapte uit de commissie. Geert Bourgeois stapt uit de parlementaire onderzoekscommissie Dutroux. Hij is niet te spreken over de manier waarop het parlement de politiehervorming aanpakt. Volgens sommigen een politieke stunt, volgens Mark Verwilge een spijtige zaak. Maar wat zegt Geert Bourgeois daar nu zelf over? In elk geval geen politieke stunt, meneer Vanewijk. Het is zo, en ik heb uitvoerig aan de pers en aan de publieke opinie reeds toegelicht waarom ik vertrokken ben. Het is zo dat ik enorm ontgoocheld ben over het resultaat dat geboekt wordt door de onderzoekscommissie Dutroux. Dat wij daar in feite nul krijgen, nul op het request krijgen, dat de oude partijpolitiek weer speelt en dat men de verantwoordelijken in die zaak. Maar dat zou je dan toch ook al moeten merken hebben in de commissie Dutroux. Trouwens, enkele maanden terug heb ik met u een interview gedaan en daar heb ik u reeds gewezen op dergelijke zaken, dat het partijpolitiek zou uitgespeeld worden, dat de kans zeer groot was dat het een maat voor niks zou worden. Is het dan niet de taak van de politici, en die vraag heb ik toen trouwens ook gesteld, om even het gezond verstand te gaan gebruiken, 2/3 meerderheid te vormen en bepaalde zaken erdoor te spelen? We stellen vast, en dat zal wel niet alleen bij de CVP zijn, we stellen dus vast dat die zaak niet ernstig gepakt wordt. Of het publiek stelt dat vast, dat het gewoon aan partijpolitiek gedaan wordt. Is het dan niet zo dat u met alleen uit de commissie te stappen in feite niks binnenhaalt? Had u dan niet slimmer aan gedaan, eventueel niet alleen op te stappen, maar rondom u bijvoorbeeld enkele goedmenende politici te scharen die samen met u zouden opgestapt zijn? Dit zou toch een veel grotere reactie veroorzaakt hebben. Ja, uw vraag is dubbel natuurlijk. Hè. Uw eerste deel van uw vraag, hey, hebt u dat niet vroeger gemerkt? U hebt inderdaad daar toen op gewezen. Speelt de partijpolitiek al niet? Inderdaad, en ik heb het toen ook bevestigd rond de zaak Wattelet. Bijvoorbeeld, dat was de eerste test, heb ik vastgesteld dat de partijpolitiek volop speelde. Meneer Wattelet is de eerste in de ketting van de verantwoordelijkheden, de voornaamste ook. Dus hij heeft meneer Dutroux voorwaardelijk vrijgelaten, vervroegd vrijgelaten, tegen de adviezen in. Hij werd omschreven, Dutroux was een gevaarlijk man, een pervers man, een psychopaat. Meneer Wattelet heeft hem vrijgelaten en bovendien toen hij in voorlopige... Waarom heeft hij hem vrijgelaten? Wie kan ons daar nu eindelijk eens een duidelijk antwoord op geven? Waarom? Is het uit onwetendheid, uit onbekwaamheid of zit er meer achter? Wel, ik durf in elk geval niet te zeggen dat daar meer achter zit. Dat is uit ons onderzoek niet gebleken. Maar in elk geval brengt dit de politieke verantwoordelijkheid mee van meneer Wattelet in kwestie. Hij was de minister. Hij moet volgens de bevoegdheid die de wet hem heeft persoonlijk oordelen. Enfin, het is de koning die beslist officieel, maar de minister zet een handtekening. Hij moet oordelen of in dit geval individueel
die in vrijheidstelling verantwoord is. Deze was naar alle objectieve maatstaten niet verantwoord. In privékringen krijgt zo'n mens zijn ontslag uiteraard. Precies. Nu duidelijk blijkt dat de SP, dus de socialisten, de Vlaamse socialisten, eigenlijk ook al niet verder wilden gaan dan wat nu uit de bus komt. En wat is het wat nu uit de bus komt? Dat is in feite een kolossale versterking van het rijkswachtapparaat. Een opslorping door de rijkswacht van alle mogelijke polities, behalve de gemeentelijke politie, maar die dan ook nog voor een deel ontmanteld wordt en eigenlijk haar gerechtelijke functies nauwelijks of niet meer zal kunnen vervullen. Dus ik heb het gevoel dat er niet correct gespeeld is van bij het begin. Heeft een parlementaire onderzoekscommissie Dutroux, zoals ze nu gewerkt heeft en zoals ze nu wordt opgevolgd, heeft dit in feite nog zin? Mijn oordeel is negatief. Er zijn zoveel mensen op straat gekomen, er zijn witte comité's ontstaan. De publieke opinie blijft bezig met die materie dat men niet aanvaardt dat een jaar later men nog altijd even ver staat. Dat wordt niet aanvaard en dat is ook de reden van mijn revolte geweest, van mijn protest. Garage De Cailly, officieel Opel dealer, is een familiebedrijf waar de klant zich thuis voelt. Ook voor tweedehandswagens met OK Quality Cars label. Een uiterst moderne werkplaats met hoogtechnologische apparatuur staat borg voor een perfecte service. Met originele Opel wisselstukken. Het door Opel Belgium opgeleid personeel staat garant voor een tevreden klant. In de showroom wacht het tal van gloednieuwe wagens op hun trotse eigenaar. Garage De Cailly, Reperstraat, Emelgem, Izegem. Ledershop Nathalie, de grootste collectie lederkledij voor dames en heren. Voor herstellingen en maatwerk van leder en dij. Ledershop Nathalie, Meense Steeweg 51, te Izegem. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. De echte Sint woont in Supramazaar. In dit speelgoedboekje van de Sint vindt u alles. Zelfs de reuze tekenwedstrijd van Samson en Gert. Met een gratis Samson en Gert cadeau voor ieder kind. Een greep uit het assortiment. Complete garage met twee verdiepingen, lift, carwash en figuren. Dit opvouwbaar gemeubeld poppenhuisje eenvoudig te monteren. Action Man. Winkel of keuken in tafelmodel. Alles van Knex. Barbie's klaslokaal. Of deze elektrische gitaar. Supramazaar, u vindt er alles. Oesje. Bij Bakkerij Injas vindt u een overheerlijk assortiment van diverse soorten ontbijtkoeken en pistolets, lekkere gebakjes en taarten voor de fijnproevers. Service met de glimlach en kwaliteit, dat zijn onze troeven. Een zeer gevarieerde keuze van verschillende soorten ovenvers brood. Ook voor belegde broodjes bent u er aan het juiste adres. Bakkerij Injas. Reserveer tijdig voor de eindejaarsfeesten bij het Prinsessenhof aan de Prinsessenstraat in Izegem. Jacques D, de Camel Collection. Op en top prachtig en betaalbaar bij Jacques D en Huis de Nijs. Kerkplein Izegem. De tropische nazomer werd dit jaar voorafgegaan door een periode van aanhoudende regen. Onze regio werd immers niet gespaard van wolkbreuken. Izegem werd daarbij het zwaarst getroffen. Zowel tijdens de eerste wolkbreuk van zaterdag 7 juni als tijdens de wolkbreuk de week daarna werd Izegem telkens het zwaarst getroffen. Een aantal inwoners van de Kleidstraat zagen hierdoor het water zelfs tweemaal op één week hun huis intrekken. In nauwelijks één week tijd kreeg Izegem 3 wolkbreuken te verwerken. De eerste regenbui zorgde op zaterdag 7 juni, even na de middag, voor een ware ravage. De brandweer kreeg 65 oproepen binnen van ondergelopen straten en kelders. Vooral de Bellevuestraat en de Kleidstraat kregen het hard te verduren. Nauwelijks waren de brandweerslangen opgerold of de hemelsluizen werden weer opengezet. Het nachtelijke onweer bracht echter heel wat minder schade aan. Drie dagen later trokken de onweerswolken alweer dreigend samen boven Izegem.
De bewoners van de Kleidstraat kregen alweer de volle lading, maar elders bleef de overlast beperkt. Voor de bewoners van de Kleidstraat is nu de maat vol en zij vragen met aandrang een aanpassing van de situatie, want de hoger gelegen ringweg, vlak naast de deur, bracht het water in het verleden al meerdere malen tot in hun woonkamer. De Izegemse bouwmaatschappij geeft ambitieuze plannen. Tegen het eind van deze eeuw wil deze bouwmaatschappij de kaap van 300 woningen in eigen beheer hebben bereikt. De Izegemse bouwmaatschappij verhuurt woningen aan Izegemse gezinnen die het minder breed hebben. Om die plannen kracht bij te zetten, werd op 19 juni een nieuw woningblok aan de Stationstraat geopend. Dit woningblok omvat 5 eenkamerappartementen en 2 dakstudio's. Bovendien werd begin deze maand de eerste steen gelegd van nog eens 12 nieuwe woningen aan de Zevenkotenstraat. Het vroegere gebouw van het gemeentekrediet is niet meer te herkennen. In het kader van het Domus Flandria project werd het pand herschapen in een woningblok voor 7 alleenstaanden. De meeste van hen trokken al op 1 mei in hun nieuwe woning. Voor Arnold Grison een gevoelige verbetering tegenover zijn vorige woning aan de Molenweg. Wat een meer comfort of venter en beter ingericht. De appartementen werden uitgerust met een moderne keuken, een leefruimte, een slaapkamer en een ruime badkamer. Opdrachtgever was het Izegemse stadsbestuur, maar in ruil voor aandelen in de maatschappij werden de nieuwe woningen aan de Izegemse bouwmaatschappij overgedragen. Hiermee komt het totaal aantal wooneenheden van de sociale bouwmaatschappij nu op 270. Geen overbodige luxe, want de wachttijden voor een sociale woning blijven lang. Ja, lang aangevraagd. Ja, wat we hebben 2 jaar aangevraagd aan de bouwmaatschappij. Tegen de eeuwwisseling wil de Izegemse bouwmaatschappij het aanbod van woningen evenwel tot 320 eenheden brengen. Hiervoor liggen al concrete plannen op tafel voor de komende jaren. Op 6 september leggen wij de eerste steen van 11 woningen en 11 garages in de Zevenkotenstraat. Dat zijn woningen met 2 slaapkamers waar wij een grote nood aan hebben. Dan hebben wij ook nog een plan binnen dat af is, mag ik zeggen, voor de verbouwing van de voormalige Hilde in Emelhem. Daar komen 4 appartementen. Wij zullen daar starten in het najaar. En dan participeren wij ook in de afbraak, wanneer de afbraak voltooid is van de bedrijfsgebouwen in de Camilla Meijerstraat en Nederweg. Wij denken daar ongeveer, de plannen zijn nog niet klaar, aan een 13-tal woningen. Wij realiseren er ook 18 in het oude rusthuis, wanneer dat zal verlaten zijn. En wij hebben ook nog plannen met de oude stadsschool. Ja, een van de bewoners getuigde dat het 2 jaar duurde op de wachtlijst voor zij erin kon gaan. Mogen wij dan in de toekomst verwachten dat dat sneller zal gaan? Ik hoop dat dat sneller zal gaan. Als ik zie dat wij komen van een zeer ruime wachtlijst, dat wij er nu met de actualisatie, dat betekent het zuiveren van de lijst, 130 nog hebben. Als ik ook bereken dat wij er tegen de eeuwwisseling ruim 320, 330 zullen verhuren, dan denk ik dat die wachtlijst een stuk onder de 100 zal duiken. Dat betekent dus een gevoeliger, kortere wachttijd. Toch is het werk van de Izegemse bouwmaatschappijen in 2000 nog niet afgelopen. Volgens eigen prognoses zijn ruim 350 sociale woningen nodig om de volledige vraag te kunnen beantwoorden. De Izegemse bouwmaatschappij is dus nog wel een tijdje zoet. 5 Izegemnaren slaagden erin hun naam bij te schrijven in het prestigieuze Guinness Book of Records. 48 uur lang waren deze 5 heren niet weg te slaan van de poolbiljarttafels in het British Snooker Center. Een aanval op het oude record van 2 Nederlanders werd met maar liefst 4 uur en 45 minuten verbroken. De opbrengst van deze geslaagde aanval op het wereldrecord poolbiljarten, een bedrag van om en bij de 100.000 frank, gaat naar hun gehandicapte vriend Davy Carrette. Gunter Kazeer, Wim de Drie, David Goussin, Francis Goussin, Ludo de Waele en Wouter Kind. Dit zestal zette op vrijdag 25 juli om 14 uur de geslaagde aanval in op het wereldrecord poolbiljarten.
Gewapend met een keu en een lekker biefstuk in de maag speelden de Geren op 3 tafels de eerste ballen open. Het ganse weekend lang zouden nog vele partijtjes volgen. Om enige kans te maken op een geslaagde recordpoging werd niets aan het toeval overgelaten. Uitbater Peter Nachtegaal stelde een eigen voedingsschema op vanuit zijn opleiding hotelschool. Daarbij was alcohol uit den boze. Een computer registreerde nauwgezet alle gespeelde partijen en de totale tijdsduur. Na 1 uur spelen hadden de spelers recht op 5 minuten rust. 2 reservespelers stonden klaar om een uitgeputte speler te depaneren. En dat bleek nodig, want zondagmorgen moest Wim de Drie om medische redenen de rol lossen. De overige 5 spelers hielden het tot in de vooravond vol, zodat het nieuwe record op 48 uur werd gesteld. Met de recordpoging werd ook 92.000 frank ingezameld. Dit geld wordt geschonken aan Davy Carret, voor wie de aanval op het wereldrecord eigenlijk werd opgezet. Davy was een beloftevolle motocrosser tot hij in Komen door een val een van de nekwervels brak. Sindsdien is de Kachtemse jongere aan een lange revalidatieweg bezig. Davy kwam tijdens de recordpoging ook een kijkje nemen, maar kon niet permanent aanwezig zijn. Daar komt nogal wat lastig over. Vrijdag moest ik nog weer naar het revalidatiecentrum. Om 2 uur moest ik weer binnen zijn. En zo lang mogelijk. Hè. De opbrengst zal worden aangewend om een wagen om te bouwen naar de noden van Davy. Bij het begin van de zomer zijn de Isegemse middenstanders jaarlijks in een gulle bui. 1 weekend lang zijn er in de diverse centrumstraten van de stad badjes te doen. De badjes, zoals die nog steeds in de volksmond genoemd worden, zijn dus ook 3 topdagen voor deze Isegemse handelaars. Een combinatie van muziek, animatie en mooi weer brengen jaarlijks de tienduizenden bezoekers in een koopgrage sfeer. Al moest er voor dit mooie weer wel dit jaar gewacht worden tot de zondagmiddag. De weergoden zijn de Isegemse badjes in het verleden al verschillende malen gunstig gezind geweest. En dus was de kans groot dat er dit jaar wel eens een druppelregen zou vallen. Het verwachte onheil gebeurde. En op zaterdag was de badjesfeer bij momenten hierdoor ver te zoeken. Gelukkig bood de zondag wel een leuk lenteweertje, zodat de horeca niet echt aan de klaagmuur kon staan. Voor de 29e editie van de badjes werd het klassieke concept behouden. Afgeprijsde waren, kermisattracties, straatanimatie, zoetigheden en allerhande demonstraties brachten weer de nodige sfeer in de centrumstraten. Aan de klassieke elementen voegt het badjescomité jaarlijks ook enkele nieuwigheden. Zo was er dit jaar opnieuw een ruime delegatie uit de Duitse partnerstad Bad Zwischenahn aanwezig. Zij werden officieel op het stadhuis ontvangen. Voor de Duitse burgemeester Jan-Dieter Osmias werd het meteen zijn eerste officieel bezoek aan de Pekkerstad. Naast de politieke vertegenwoordiging bestond de ruim 100 man sterke delegatie verder uit een aantal muzikanten en handelaars. Zij brachten er enkele streekspecialiteiten aan de man en demonstreerden er oude ambachten van de stad. Iets verderop werd er tijdens de badjes ook een nieuwe Isegemse specialiteit boven de doopvont gehouden, het Pekkersbruin. Peetvader van het heerlijke brouwsel is Henk van de Wielen, uitbater van het oud stadhuis. Hij brouwde een eigen bruintje op basis van dubbele Grimbergen en een viertal sterke dranken. De zoete smaak zal vooral bij de vrouwelijke bierdrinkers in de smaak vallen. Daarbij kan het ongekende alcoholpercentage alvast voor de nodige animo zorgen. Het eigen streekbier wordt bovendien niet zomaar uit de pilsglas gedronken. De bijgehoorde Pekkersbruinpot is een juweeltje dat bij heel wat verzamelaars goed in de markt zal liggen. Lady L Fashion voor stijlvolle damesmode van Xandres, Joy & Fun, Marilla, Penny Black en Vivanti. Taverne Restaurant Den Haard, ook voor verkoop en verhuur van horecamateriaal. Den Haard, markt in Isegem. Schoenstok, de speciaalzaak voor gekende merken als Blackstone, Kipling en Mephisto. De grootste keuze aan de scherpste prijzen. Zowel voor heren, dames en kinderschoenen.
alles onder één dak. Modern, klassiek of sportief. Ook een ruim assortiment sportschoenen, laarzen en sportuitrusting. Eén naam, Schoenstok. Lendeledenstraat in Isegem. Elektro van Eekhouten. Verkoop en herstelling van huishoudapparaten. Roeselarenstraat 89 in Isegem. Renault Garage Frans Vuursteken langs de Rijksweg in Lendeleden. Uw hoofdverdeler van Renault-wagens. Steeds een ruime keuze in onze moderne toonzaal. Met een prima persoonlijke service. Onderhoud en herstelling van uw wagen gebeurt door geschoold personeel. Met behulp van uiterst moderne afstelapparatuur en speciaal gereedschap. En uiteraard maken we gebruik van originele Renault-wisselstukken. Renault Vuursteken langs de Rijksweg in Lendeleden. Huis Vervaken, de speciaalzaak voor tv- en hi-fi toestellen. Kleine en grote huishoudapparaten. GSM en toebehoren. Allerhande videocamera's. Was- en afwasmachines. Alle elektro bij Huis Vervaken, markt in Isegem. ...1997 belooft een recordjaar te worden voor de Isegemse Sportraad. Nadat de eerste proef werd afgesloten met een record aantal zwemmers, daagden niet meer dan 1073 deelnemers op voor de 23e editie van Isegem Fietst. Dit is meteen een verbetering van het 2 jaar oude record met 93 tweewielers. Een passender geschenk kon de Isegemse Sportraad zich voor haar zilveren jubileum dus absoluut niet wensen. Het unieke decor van kasteel Wallemolte en het stralende lenteweer werkte op 25 mei duidelijk aanstekelijk op de beenspieren van heel wat Isegemnaren. In amper 1 uur tijd kregen de vrijwilligers aan de inschrijvingstafel meer dan 1000 fietsers over de vloer. Die maakten zich op voor een tocht van 25 kilometer doorheen Isegem, Oekene, Ledegem en Bijtem. Een onverwachte opkomst die de ogen van sportfunctionaris en animator van de dag, Daniel Allewaard, deed glunderen. Er zijn in de scholen overal schoolfeestjes, dus dat trekt enorm veel mensen. We ondervinden dat al de clubs zeggen, ja, maar het is toch spijt dat het vandaag is, maar toch krijgen we steeds onze mensen. We hebben ook de Patersmarkt, daar, waar er enorm veel mensen zullen zijn. Enfin, kortom, ik ben zelf verwonderd dat hier zo'n enorme toeloop is. Onder de sportievelingen was ook Houden Ulla op te merken. Zij ruilde de tatami één namiddag voor een fietstocht met enkele vrienden. Het succes van deze Isegemse fietstocht hangt natuurlijk nauw samen met de competitie voor de sportiefste Isegemse vereniging. 30 verenigingen namen aan de tweede proef deel. Een mulle zandweg. Door het gebruik van je telelens kan je heel duidelijk zien dat het broeierig heet is. Een aantal fietsers komt dichterbij, zigzaggend over de breedte van het pad, zoekend naar het best bereidbare traject. Hier en daar is er ook eentje die zijn evenwicht verliest en al lopend verder moet. Dit waren beelden die je medio 1995 op je BRTN-scherm te zien kreeg. Het waren ook precies deze beelden die de Isegemnaar Mark de Smet en de Harelbekenaar Boudewijn Engels aanzetten om aan de Crocodile Trophy deel te nemen. Een wedstrijd die het best omschreven kan worden als het Paris-Dakar voor de mountainbikers. Er bestaat waarschijnlijk geen grotere uitdaging voor een wielerliefhebber dan de Crocodile Trophy. Met een totale afstand van 1800 kilometer over 14 dagen gespreid, staat deze wedstrijd in het noordoosten van Australië te boek als een van de lastigste ter wereld. In navolging van Danny de Bie 2 jaar geleden trokken dit jaar 3 Belgen naar de broeierige arena. Voor Harelbekenaar Boudewijn Engels was het al zijn tweede deelname. Vorig jaar slaagde hij er zelfs in een rit te winnen. Ik heb inderdaad een rit gewonnen. Een beetje een rit uitgekozen die niet te zwaar was. Redelijk vlak, want in de bergen ben ik niet zo sterk. En vroeg ontsnapt om dus genoeg voorsprong te kunnen nemen. Want ik kan redelijk goed tempo rijden en ik heb het kunnen uithouden tot op het einde.
Dit jaar kreeg hij evenwel het gezelschap van Izegem naar Mark de Smet. Geen onbekende voor Boudewijn, want beide fietsen door het jaar ook samen bij Bicycle Team Oost-Nieuwkerke. De ambities in deze loodzware wedstrijd wou Mark evenwel niet te hoog leggen. Ja, ik mek eerder op een goed eindresultaat, op een beetje een dichte ereplaats. Het is natuurlijk iets een vreemde dat ik stap. Ik weet nog niet juist hoe ver ik zal gaan, maar ik zal het beste voor doen. De Crocodile Trophy eist heel wat van de atleten. Naast het loodzware, zanderig parcours en de verschroeiende zon wordt er ook overnacht in tenten. Aan de sportieve uitdaging wordt op die manier ook nog een heuse brok avontuur verbonden. Het is dan ook niet zo eenvoudig om zich optimaal op deze wedstrijd voor te bereiden langs Izegemse wegen. Ja, in feite kun je wel af en toe een beetje off-road, zoals we zeggen. We doen dat soms langs de kanten van de Kluisberg en zo. Maar ja, echt zand heb je daar niet. Dus in feite is dat wel moeilijk. Tijdens de training kwam de deelname aan de wedstrijd voor Mark de Smet zelfs heel even op de helling te staan door een zware valpartij. Uiteindelijk zou het gezelschap toch samen aan de start verschijnen in Ayers Rock. Zeker een stimulans, want als je daar alleen bent, dan zit je in feite een beetje bepaalde dagen in de put misschien als het niet zo goed gaat, want het is toch redelijk lang. En de laatste week vooral is moreel nogal moeilijk te verwerken. Als je met twee bent, kun je natuurlijk elkaar een beetje oppeppen. Dat is heel belangrijk. Het gezamenlijk startschot leidde ook tot een gezamenlijk succes. Al in de derde etappe kon Harold Bekenaar Boudewijn Engels opnieuw etappewinst optekenen na een lange ontsnapping met twee vluchters die hij in de spurt versloeg. Izegemnaar Mark de Smet loste de verwachtingen meer dan in en keerde huiswaarts met een tweede plaats op 59 starters. Alleen de Nederlander Jaap Viergever ging hem in de eindklassering vooraf. Ritwind zat er voor Mark niet in, maar met een tweede en een derde plaats in enkele lastige etappes wist hij zijn ambities van klassementsrijder wel te onderstrepen. Oké, you can come back! In augustus werd door de Landelijke Gilde van Emelgem een autocross ingericht. Het weer was een meevaller en de publieke opkomst een voltreffer. Naast veel stof en zand kon de Landelijke Gilde van Emelgem ook rekenen op een paar duizend bezoekers. Er was spektakel in overvloed en de ruige wagentjes stoven in het rond. Izegemnaar Frankie Samin werd winnaar in zijn categorie. Het was echter uitzien naar de grote finale. Naast Nico de Poorter bleek er ook vrouwelijk talent aanwezig te zijn. Want in haar categorie werd Patricia Mulier een knappe winnares. Wielrennen. Een onstuimige start die in Kachtim werd overgedaan en een alsnog spannende finale zouden de hoofdingrediënten worden van Izegem Koersje. Na een lange vlucht, waarin weinig of geen vedetten aan bod kwamen, zou de finale nog wat animo brengen. Ondertussen was veel volk afgezakt naar de Roestelarenstraat. Na enkele ontsnappingspogingen van diverse renners uit het leidersgroepje kwam Ludo Dirksens als eerste over de meet. De veelgetipte Robbie van Dalen moest zich tevreden stellen met een tweede plaats. Verwarming Luc de Brabanderen in Emelgem voor een uitgebreid gamma kolen, hout, mazoet en gaskachels, gasradiatoren, dampkappen en kookfornuizen en een grote keus inzethaarden op hout, gas en mazoet. Gasflessen met thuislevering. Verwarming Luc de Brabanderen in Emelgem. Groothandelbakkerij Injas. Levering met zeer interessante korting aan bakkers, winkels, scholen, restaurants en hotels. Bowling Raffles te Izegem. Langs de Rijksweg, naast de Leize. Een bowling die de sport in zijn hart draagt. Wij organiseren ook uw verjaardagsfeestjes en communifeestjes voor de kleinste. Of zelfs sportdagen. Menus in combinatie met bowling. Bowling Raffles, met gezellige bar en taverne.
Kortom, een gezellig dagje of avondje uit met vrienden, familie of collega's. Nu ook een bouwling te Adinkerke de Pannen naast de Melie. Supermusic aan de Gentstraat in Izegem is de cd-speciaalzaak bij uitstek. U vindt er een overzichtelijk assortiment van alle genres tegen de scherpste prijzen. De nieuwste releases of de recentste single of maxi-cd's. Nu promotie van de dubbel cd The Final Countdown. Met 32 rock classics voor slechts €4,99. Onmisbaar in uw collectie. Idee van Kaleid is een speciaalzaak voor de gedekte tafel, huishoudartikelen en huwelijkslijsten. U vindt er allerlei designartikelen voor uw interieur. Bij Hoproco vindt u klassiek en modern deur- en kastbeslag in verschillende materialen. Hoproco en Van Kaleid, uw partners in design. De turnsport heeft altijd al een speciale band gehad met Izegem. Met twee sterke en goed gestructureerde turnclubs is Izegem als het ware het centrum van de turnsport in onze brede regio. Een van die clubs, namelijk Gymclub De Rode Ster, liet op zaterdag 24 mei aan het grote publiek de resultaten van hun voortdurende inzet zien tijdens een grandioos opgezet Gymgala. Voor de gelegenheid werd de sporthal van Izegem omgetoverd tot één grote zolderruimte. En dat er op die zolder nog heel wat schatten verborgen liggen, mag blijken uit de volgende bijdrage. De zolderruimte van de Izegemse sporthal was duidelijk niet groot genoeg om 1000 toeschouwers van het Gymgala een plaatsje te bieden. Zelfs de gelegenheidstribunes liepen al heel vlug vol voor de 8e editie van het Gymgala. En dat gala ging van start met een prachtig klank- en lichtspel. Een show-element dat trouwens het volledige Gymgala zou gaan overheersen. Iedere leeftijdsgroep had voor de gelegenheid namelijk een turnnummer op muziek gezet en dat bracht heel wat variatie in de show. Zo inspireerde het lied België de eerste graad meisjes, terwijl de derde graad eerder opteerde voor een dansnummer op muziek van de Spice Girls. Om het geheel keurig aan elkaar te praten, werd een beroep gedaan op Guy Bakeland, die als imitator het publiek aardig naar zijn hand wist te zetten. 27 jaar, gelieve te schrijven aan mij, Koekoekstraat en Mala. Dank u wel en nog veel plezier vanavond. Een ludieke ondertoon was overigens nooit ver weg tijdens het gala. Vooral de trainers lieten hun inspiratie de vrije loop. Het bestuur van de turnclub De Rode Ster opteerde dit jaar bewust voor het talent van eigen bodem. Het aantal internationale deelnames werd beperkt tot het Slovaakse nationale team. Belgisch kampioene Elke de Bakkere werd wel gevraagd naar het halen voor een demonstratie van ritmische gymnastiek. De turnende ballerina wordt in de turnwereld aanzien als de grote belofte voor de Olympische Spelen in Atlanta. Het talent van eigen bodem manifesteert zich in de eerste plaats bij het broederduo Gunther en Jurgen Koekuit. Vice-Belgisch kampioen op het paard met bogen Gunther had tijdens het gala verplichtingen in Noord-Holland en kon dus niet aantreden. Zijn broer Jurgen was wel van de partij. Onlangs werd hij nog geselecteerd voor een stage in Toulouse, met alle atleten die een kans maken op een ticket voor de Olympische Spelen. Misschien geeft Izegem over enkele jaren dus nog een Olympische medaillewinnaar in huis. Dat valt nog te bezien, maar ik hoop het als eerste. Ik zal er zeker mijn best voor doen dat het zover mag komen. U was al geselecteerd, wat zijn de volgende stappen? Ik denk, ben nu eerstejaars senior, terug mijn punten aantal op te bouwen. Ik start nu terug onderaan de ladder. En tegen het jaar 2000 terug een mooie prestatie te halen, zodat ik het zeker terug bij de top hoor. Naast het broederpaar telt de club momenteel nog een groot opkomend talent. Davy Parmentier telt amper 13 lentes en is momenteel Belgisch kampioen bij de kadetten. Die titel laat meteen ook het beste verhopen naar de toekomst toe.
Ja, ik zou rijden met een EK of WK mee te doen. En goed presteren op die wedstrijd. Het eigen talent werd tijdens het gymgala ook nog aangevuld met het Arco-gymteam Prutske Kapelle. Een keuze die het gala zeker ten goede kwam. Na een ruim 3 uur durend spektakel werden de schatten opnieuw voor 2 jaar opgeborgen. Dan wil de club alvast enkele nieuwe kampioenen in zijn rangen tellen. Halfpipes, ramps, slides en dubbelstoeps. Dit zijn allemaal termen die bij de meeste mensen de wenkbrauwen zal doen fronsen. Maar bij de jongeren die af en toe eens de skates aanbinden, klinken ze evenwel als muziek in de oren. Elke term verwijst namelijk naar een toestel waarop de skaters hun halsbrekende toeren kunnen uithalen. De provinciale sportdienst wil namelijk dat in de toekomst nog meer mensen die Engelse termen in de mond gaan leggen. En om die skatesport te promoten, hebben ze een skatetour uitgedokterd langs diverse Vlaamse en West-Vlaamse steden en gemeenten. Op 29 juni was Izegem aan de beurt. Het inlineskaten is niet langer nog als een rage te bestempelen. Als maar meer jongeren en jongvolwassenen binnen de skates aan voor een ontspannende rondrit of voor enkele halsbrekende stunts. De populariteit is ook de provinciale sportdienst niet ontgaan. Zij zetten een tournee op langs verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten waarbij de sport een steuntje in de rug wordt gegeven. Daarbij ging zowel aandacht uit naar ervaren skaters als naar de beginnende sporter. Voor de eerste groep stonden snelheidswedstrijden en acrobatische demonstraties op het programma. De beginnende sporters konden dan weer terecht bij de blozelmonitoren, die de eerste knepen van de sport aanleerden. Dat de provinciale sportdienst de sport nu wil promoten is niet zo toevallig. Heel wat jongeren zijn te vinden voor de sport en dat kan de conditie van de jeugd alleen maar ten goede komen. Het initiatief is tot stand gekomen eigenlijk verleden jaar. Al hebben wij een proefproject gehad in Kortrijk. Dus waar wij gezien hebben dat het inlineskaten een fenomeen aan het worden is. Het waait over van Amerika. Het heeft hier een enorm succes, maar het is nog niet gestructureerd. En wij hopen via onze evenementen daar wat structuur in te brengen, eventueel te zorgen dat er clubs worden opgericht, dus om te maken dat er daar wat meer vorm in komt. Dat de Tour ook in Izegem neer is gestreken, is vooral te danken aan de sportdienst, die van meet af aan het project ondersteunde en zelfs de finale naar de Pekkerstad wou halen. Dat klopt inderdaad, maar ja goed, wij moeten een keuze maken. De datum die Izegem voorstelde was nu eigenlijk, dus net voor de zomer. Maar wij sluiten ons project af na de zomer. Vandaar dus dat wij dan uiteindelijk gekozen hebben voor Brugge. Izegem moest het dus met minder stellen, maar dat kon het enthousiasme bij deelnemers en plaatselijke sportdienst evenwel niet tempen. Als het van hen afhangt, dan komt er zeker een vervolg op deze dag. De provinciale sportdienst houdt evenwel de boot voor een vervolg nog even af. Zij wil eerst een grondige evaluatie van het project maken. De finale van de Inline Skating Tour vond op 20 september in Brugge plaats. De rallyfanaten werden de laatste maanden wel degelijk op hun wenken bediend. Eind juni werd in Ieper de 24 uren verreden, met totaal nieuwe ambities en een nieuwe naam, de Ieper Westhoek Rally. Binnen deze rally deden ook 2 Izegemnaren mee, namelijk Frankie Mesure en Gino de Jonkheren. Laatstgenoemde werd na een zeer positieve ervaring in Ieper ook ingeschreven op de 38e omloop van Vlaanderen te Roeselare. Wij trokken met hem mee, tussen de gierende banden en de brullende motoren. De 38e omloop van Vlaanderen geldt voor heel wat streekpiloten als de plaats bij uitstek om hun kunnen aan het grotere publiek te tonen. In het zog van kleppers zoals de Mevius, Vroegstraten en Münster pikte ook Gino de Jonkheren zijn graantje van de rally mee.
Zijn 4 jaar oude Nissan Sunny, die gefrappeerd werd door een Dadizeels team, prijkt dan wel niet voor aan de startlijst, toch geeft de deelname aan deze internationale rally een speciaal gevoel. Een Izegemnaar krijgt immers niet elke dag de kans om zich in zijn eigen streek te tonen. In Izegem zijn er niet veel mensen die dus de rallysport beoefenen. En wij hebben dus het geluk, mede dankzij het rallyteam hier van Dadizeels, om een internationale wedstrijd deel te nemen. Voor dit streektreffen kreeg je nog het gezelschap van Johnny Bossiers in de praatstoel. Een keuze die helemaal niet zo toevallig is. Waarom hebben wij Johnny Bossier gekozen? Voor het feit dat hij meer ervaring heeft in internationale wedstrijden. Dus in Ieper heeft hij dus 4 maal meegedaan en in Omloop van Vlaanderen 1 maal. Of veel rallyfanaten wakker gelegen zullen hebben van het Izegems Dadizeelse duo, is evenwel een andere vraag. Met het startnummer 100 mocht het duo immers met 2 nullen meer en 1,5 uur later dan de Mevius de baan op. Maar er zijn ook veel mensen die dus rallysport beoefenen met een klein budget. Dus wij hebben dus ook geen groot budget en daarmee starten we met een wagengroep in. Dus 1600 en omdat deze wagen geen topwagen is, krijgen we zo'n grote nummer opgeplakt. Toch mocht de prestatie van het duo gezien zijn in Roeselare en omstreken. Na 3 klassementsproeven keken ze al tegen een achterstand van ruim 4 minuten aan op de Mevius. Toch viel de eerste kennismaking met de omloop best mee. Voor momenteel verloopt het heel goed voor ons. Dus we zijn er nog altijd bij, maar dat is al heel goed, denk ik. En juist in de eerste KP een beetje probleem gehad met de weglegging, omdat de bandendruk nog niet optimaal juist was. En we hebben dan verbeterd voor de tweede KP en dat ging dan al beter. In de tweede ronde werd het gaspedaal wat dieper ingeduwd en dat resulteerde in een fraai eindresultaat. Het duo zou 54ste eindigen en tweede in hun klasse op ruim 32 minuten van eindwinnaar Verhoegstraten. Electrolux, de nummer 1 in wasautomaten, gasfornuizen, droogkasten, koelkasten enzovoort, bij Electrolux Poppen in Emelgem. Voor een ruime keuze dagverse groenten en fruit. 1 adres, Huis Van Assen, Prinsessenstraat te Emelgem. Wie denkt aan een nieuwe keuken of badkamer, die moet zeker eens langsgaan bij Linea Keuken en Bad in Lendelede. Eigen ontwerp. Van modern tot klassiek of rustiek. Ook voor een breed gamma stijlvolle badkamermeubelen kan u er terecht. Linea Keuken en Bad, langs de Rijksweg in Lendelede. Een onvergetelijke dag beleeft u in feestzaal Het Laurierblad. Het Laurierblad, met zijn sfeervol interieur, the place to be voor al uw feestaangelegenheden en huwelijksfeesten. Het Laurierblad stelt ook een bruidskamer en een prachtige romantische tuin ter beschikking. Het Laurierblad biedt u een perfecte prijs-kwaliteitsverhouding aangepast aan uw budget. Wij maken van uw feest een topper. Het Laurierblad, met eigen verzorgde keuken. Weggevoerdenplein 11 in Kuurne. Wenerdroom, de grootste cd-zaak in de buurt. Voor reportages en pasfoto's. Reeds 40 jaar uw speciaalzaak. Bij werkzaamheden in de Gentse Heerweg werd op 13 mei door een kraan een lek geslagen in de gasleiding. De buurt werd 1,5 uur lang voor alle verkeer afgesloten. Diezelfde dag zou ook nog een klein gaslek in de Roeselarestraat gedicht moeten worden. De 8e Pekkerskroegentocht ontsnapt niet aan de neerwaartse spiraal van belangstelling voor kroegentochten die er momenteel heerst. De sfeer op 9 mei bleef evenwel de naam van Izegem alle eer aandoen. Naar eigen zeggen zou dit ook de laatste kroegentocht worden met Paul Berlamont achter het roer. Maar daar hadden de aanwezigen in de deelnemende cafés geen boodschap aan.
Ze hadden enkel oor voor de muzikale animatie die hen in alle genres en vormen gebracht werd. Van accordeon tot pure hardrock swingden zij er tot in de vroege uurtjes op los. Een initiatief dat volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is. Op 19 mei werd het jongste stukje Izegemsgroen officieel in gebruik genomen. Het bos is gelegen in Emelgem en kreeg de naam het Merelbos mee. Het 5 hectare grote bos wordt onder leiding van een gids ingewandeld. Het was meteen ook het startschot van MOP, waaraan 2000 kinderen deelnamen. De plannen voor de heraanleg van het Kachtemseplein deden in de deelgemeente heel wat stof opwaaien. Het plein zou voortaan achthoekig worden en als rotonde fungeren om de snelheid in het dorpscentrum te matigen. Door deze nieuwe structuur vrezen heel wat Kachtemnaren dat de pleinfunctie wel eens verloren zou kunnen gaan. De werken zouden in februari 1998 van start gaan. De wielertoeristenclub De Sportvrienden houdt er zich aan elk jaar een van de Izegemse partnersteden per fiets te bezoeken. Dit jaar was Belle aan de beurt. Op 19 mei vertrokken 10 fietsers voor een tocht van ruim 55 kilometer. Na de middag werd een toeristisch programma afgewerkt. De Emelgemse wegen eisten de voorbije maanden ook een dodelijk slachtoffer. Een roeselaarnaar knalde op 25 mei om nog onduidelijke redenen tegen een verlichtingspaal en overleed. De vervangwagen van Touring had nauwelijks 97 kilometer op de teller staan. Op 25 mei streken de Belgische politiehonden neer in Izegem voor het Belgisch kampioenschap. De viervoeters konden op heel wat belangstelling rekenen bij de uitvoering van de orders. Uw speciaalzaak groente en fruit te Izegem. Met een grote verscheidenheid verse groenten en lekker gezond fruit. Saladebar met huisbereide salades. Dagelijks verse groentesoepen. Ovenverse groentetaarten en kiesjes. De Neerveust, Dirk Martenslaan in Izegem. Last met je ogen? Ja, zowel bij verzicht als dichtbij. Dan kan ik je na je oogarts enkel de doorvloeiglazen van Optiek van Esten aanbevelen. Met de doorvloeiglazen van Optiek van Essen zie je altijd alles scherp, zowel ver als dichtbij. Alle glazen worden optimaal aan jouw ogen aangepast tot je tevreden bent. Anders krijg je toch gewoon je geld terug. Dus na je oogarts naar Optiek van Essen in de Iperstraat 38 in Hoogleden of de Marktstraat 45 in Izegem. Scherp gezien, hè, die van Essen. Voor een geslaagde reis is er slechts één specialist, Penta Reizen, Nieuwstraat in Izegem. De Walen Elektronica te Izegem. Verdeler van de topmerken Leuwe, Panasonic, Denon, Marantz en BNW. Reeds jaren de beste service. Ruime keuze gsm-toestellen. De Walen Elektronica, Baron de Pelissierstraat te Izegem. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht.
De echte Sint woont in Supramazaar. In dit speelgoedboekje van de Sint vindt u alles. Zelfs de reuze tekenwedstrijd van Samson en Gert. Met een gratis Samson en Gert cadeau voor ieder kind. Een greep uit het assortiment. Complete garage met 2 verdiepingen, lift, carwash en figuren. Dit opvouwbaar gemeubeld poppenhuisje eenvoudig te monteren. Action Man. Winkel of keuken in tafelmodel. Alles van Knex. Barbie's klaslokaal. Of deze elektrische gitaar. Supramazaar, u vindt er alles. Oesje. De Izeghemse speelpleinwerking heeft de afgelopen zomervakantie opnieuw heel wat kinderen opgevangen. De enthousiaste monitorenploeg sloot het werkjaar traditioneel af met een heus feest in het Jok. Het tweede luik in de viering van het 75-jarig bestaan kende geen zo'n succes als de openingsfeesten. Slechts een 100-tal scouts zakten naar Izeghem af voor de mini-jamboree. De deelnemers lieten deze magere opkomst alvast niet aan hun hart komen en zorgden voor de nodige sfeer. Voor het eerst in het bestaan van de verkiezing van Miss Belgian Beauty streek organisator Injas Krombé met zijn 20 finalisten in Izeghem neer. Het eerste gezamenlijke avondmaal van de finalisten werd namelijk genuttigd in het restaurant Ter Wijngaard aan de burgemeester van Bogaardelaan. Onder de finalisten bevinden zich ook 2 West-Vlaamse meisjes die de kooktalenten van de chef des huizes wel eens wilden van naderbij inspecteren. In een loods aan de Mandelstraat in Izeghem ontdekte de Kortrijkse BOB en de gerechtelijke politie op 14 augustus een loods vol met gestolen cosmetica-goederen. De vondst kwam er na intensief speurwerk waarbij ook een vliegtuigje werd ingezet. 2 dagen eerder werden de eerste betrokkenen langs de provinciebaan in Bijtem opgepakt. De bende was er namelijk bezig met cosmetica-producten van het merk Ralph Lauren over te laden. 5 personen werden aangehouden. De buit had een waarde van 45 miljoen frank. Izepop heeft zijn oude formule teruggevonden. Voor het eerst in geruime tijd werden opnieuw optredens georganiseerd op de Grote Markt op de vooravond van het Herfstmuziekfestival. Dit jaar waren Johan Verminnen en Jan de Wilde aan de beurt. De terrasjes liepen voor hen aardig vol, maar de koude temperaturen matigden het enthousiasme voor het podium. Gerard Hanke kreeg op vrijdag 19 september het 3e Peerke overhandigd. Hanke kreeg deze onderscheiding voor het vele werk dat hij samen achter de schermen leverde in Emelgem. Hanke was namelijk 43 jaar koster in Emelgem.
Ook de Izegemse Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze nam op 22 juni deel aan de Nationale Open Tuindag. Het lokale veldbestuur stelde de tuin van Dirk Lammertijn aan de Haaipanderstraat 104 open. Dirk Lammertijn is al sinds 85 lid van de Izegemse veldafdeling en zetelde ook 2 jaar in het bestuur. Van het Wereld Folklore Festival in Izegem kon u deze voorbije zomer met volle teugen genieten. Diverse optredens, een kleurrijke folkloremarkt en natuurlijk een onstuimige verbroederingsavond waren de ingrediënten van een geslaagde organisatie. We laten u even meegenieten van dit alles, maar gaan ook een kijkje nemen bij een van de talrijke gastgezinnen die logies verschaften tijdens dit festival. Aan de vooravond van het festival worden de diverse groepen onthaald. Voor vele gastgezinnen is het een eerste ontmoeting, maar eveneens een unieke ervaring. Naast tal van activiteiten en optredens was er ook de folkloremarkt. Het was voor de Izegemnaren wel even wennen om tussen al dat kleurrijk spektakel ook echt te markten. Maar dit leek snel opgelost. Uit maar liefst 5 landen waren ze afgezakt naar Izegem om er hun beste beentje voor te zetten. Op het Wereld Folklore Festival hadden de afwezigen ongelijk. De deelnemers worden opgevangen in een gastgezin. De familie van den Bulke uit de Beatrijslaan is niet aan haar proefstuk toe. Reeds voor de 5e maal verschaffen ze logies aan buitenlandse gasten. De gastvrouw zet haar beste beentje voor en de heer des huizes frist zijn Spaans even op. In el coche, en la sierra. Ah, ya cargamos todo. Sí, va. Todo, hay mucho, no. No, no. Mucho más cerdo que en Argentina. Es un poco distinta la comida. Pero es muy buena, Katrin. Katrin, ik heb begrepen dat ze zeer tevreden zijn van uw keuken. Maar bent u tevreden van uw gasten? Enorm. Ik heb enorm goede gasten dit jaar. Ik heb wel altijd goede gasten, maar dit jaar is het uitzonderlijk. Hoe zijn die Argentijnen nu? Hoe ze zijn? Heel fijn, hè? Nu, Alejandro kennen we al van vroeger, van 4 jaar geleden. Hè? Van 4 jaar geleden. Christian, die is nieuw voor ons. Maar uiteindelijk is dat geen groot probleem. Ik vind het altijd heel leuk dat het zelfs andere mensen te hebben. Er ontstaat een hechte band tussen de Izegemse gastgezinnen en de buitenlandse deelnemers. Dit was overduidelijk op de verbroederingsavond. Na een spannende strijd met maar liefst 23 kandidaten is Hagen Planke tijdens de 22e editie van de Emelgemse Feesten tot de derde Peerke verkozen. Hiermee volgt hij Wouter van der Heeren en Hanne de Smets op. Het Peerke staat in Emelgem symbool voor het spontane en het speelse van zijn inwoners. Op de schouders van Hagen rust nu de taak om Emelgem het komende jaar op tal van evenementen te vertegenwoordigen. De verkiezing van het Emelhemse Peerke is nog maar aan zijn derde editie toe, maar kent toch al een ruime belangstelling. Dat werd dit jaar ruimschoots bewezen tijdens de Emelhemse feesten. Toch wordt de verkiezing niet georganiseerd door het Feest- en Cultuurcomité van Emelhem, maar door de vrienden van het Peerke. Die vriendenkring, dat zijn mensen die gevraagd geweest zijn door de geestelijke vader en de ontwerper van het Peerkesbeeld. Dat zijn al mensen uit Emelhem die in feite het Peerke in stand willen houden en willen blijven houden. En de guitigheid en de speelsheid van dat ventje in ere willen houden. De creatie van het Peerke komt evenwel niet zomaar uit de lucht gevallen. In tegenstelling tot de Izegemse Pekker en de Kachtemse Rosten heeft het Peerke wel degelijk een voorbeeldfiguur gekend.
En Peerke is in feite een verbeelding van, of een verpersoonlijking van Michel de Volderen. Een echte dorpsfiguur die hier in Emelhem gewoond heeft en geleefd heeft. En die in elke vereniging aanwezig was en overal zijn pintje ging gaan pakken en het zit. ...23 kinderen schreven zich dit jaar in voor de strijd. En dat betekent meteen een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Alle kandidaten lopen momenteel school in het derde of vierde leerjaar... ...en kregen op zondag 29 juni allerhande proeven voor de kiezen geschoteld. Na een eerste selectie met kennisvragen, een dansproef en andere praktische opdrachten... ...werden 6 jongeren weerhouden. Die kregen de opdracht een kunstwerk te boetseren... en het vervolgens te becommentariëren. Op die manier wil de 6-koppige jury het ideale Peerke verkiezen. Wij peilden tijdens de beraadslaging even naar de belangrijkste kwaliteit van een Peerke bij de diverse juryleden. Huiten. Origineel. Creatief. Folkloristisch. Creatief. Spontaan. En is het nog... Maar het Peerke, Annie 1997 van Emelhem, is dit jaar iemand minder dan... Na ruim 3 uur viel omstreeks 18:30 dan het verdict. Hagen Planken werd als winnaar afgekondigd voor Anneleen Lammertin en Evelien De Vroe. De affiche van het 37e Herfstmuziekfestival oogde dit jaar iets minder internationaal. Toch beloofden de organisatoren kwaliteit van de bovenste beste plank. Een voorspelling die ze ook grotendeels konden waarmaken. Op zondag bij de stadmarsenwedstrijd viel niemand echt uit de toon. Dat kon evenwel niet gezegd worden van de internationale taptoe op zaterdagavond. Het korps van Etteleur viel duidelijk uit de toon naast dat van de Gelamptenoten uit Sneek. Perfecte marcheerbewegingen op een uitmuntende choreografie zonder ook maar één keer uit de toon of het ritme te vallen. Het lijkt een onbegonnen opdracht voor ieder showkorps. Toch bewezen de Nederlandse muzikanten van de drum- en showfanfare Advendo Sneek dat het niet onmogelijk is. Hun gezwinde passen leverden een staande ovatie op bij het talrijk opgekomen publiek. En die hadden het duidelijk naar hun zin op de overvolle terrasjes of de voor het eerst volledig overdekte tribune. Ook het showkorps Sint Martinus uit Oordeghem kon het publiek boeien. Het korps bracht dan wel een kopie van hun 1 jaar eerder gebrachte show. De populaire deuntjes en heupwiegende majorettes maakten veel goed. Alleen het Nederlandse korps uit Etten-Leur werd wat te licht bevonden. En dat gold ook voor de Isegemse inbreng dit jaar. Balletschool Petrushka moest met 2 dansnummers voor wat afwisseling zorgen, maar de klederdracht en de muziekkeuze stonden evenwel schril in contrast met het strakke en tot in de puntjes afgewerkte totaalprogramma. We laten u tot slot nog even meegenieten van het spektakel.
Voor onze dierenrubriek waren we te gast bij de vinkeniers. Vinkeniers worden niet altijd goed begrepen. Maar wij gingen een kijkje nemen op het Nationaal Kampioenschap Vinkenzang in Ardooien. Daar behaalde een Isegemnaar de nationale titel. In onze volgende cassettes willen wij u een vaste dierenrubriek brengen. Suggesties zijn altijd welkom. Voor onze dierenrubriek trokken we naar Ardooien. Daar had het Nationaal Kampioenschap Vinkenzang plaats. Isegem mag zowat de bakermat van de vinkensport genoemd worden. En dat het vinkenspel veel meer inhoudt dan een vogel in een kootje plaatsen, is een duidelijke zaak. Van januari tot december zijn de vinkeniers bezig om hun vinken in prima conditie te krijgen. Fringilla culeps is de Latijnse naam van de vink, wat zoveel betekent als zonder vrouw. Het zijn dan ook de vinkenmannetjes die uit volle borst zingen ten einde een vrouwtje te kunnen versieren. En dit is precies de reden waarom vinken slaan. De vinkensport wordt niet altijd goed begrepen. Vooral vogelbeschermers zijn niet te spreken over dit volksvermaak. Tienduizenden, waaronder veel senioren, vinden hier echter hun bezigheid en hobby in terug. En daarvan waren er ruim 2000 afgezakt naar het naburige Ardooien. Volksvertegenwoordiger Patrick van Heluwe. Ieder jaar op het Nationaal Kampioenschap van de AVIBO zien we tal van politici die zich komen profileren. Jammer genoeg blijkt het in de kabinetten niet altijd zo te zijn. In de kabinetten worden de vinkeniers niet altijd op een goed oog bekeken, ook de vogelliefhebbers niet. Mag de vinkenier erop rekenen wanneer er ooit een parlementaire vraag gesteld wordt, of wanneer er ooit een parlementair debat zou zijn daaromtrent, mag de vinkenier daarop rekenen dat u hen zult verdedigen? Absoluut, ik zal dus zeker mijn standpunt niet veranderen, zelfs al is het standpunt van de Louis Tabak anders. Een stralende Roger van Oost vandaag in zijn eigen Ardooien, een nationaal kampioenschap die alle deelnemers overtreft. Ik denk dat u vandaag een gelukkig man bent. Zeker, zeker, zeker. Ja, men kan maar, men kon het niet denken dat het mogelijk was. U bent nationaal kampioen vinkenspelen. Hoe komt dat over bij u? Dat is een verrassing. Die vogel kan het in elk geval, maar het is de eerste keer dat hij zijn uur compleet speelt. Hoeveel liedjes hebt u vandaag? 953. Hoe lang speelt u al met de vinken? 10 het hoofdjaar. Is het de eerste keer dat je zo'n grote eer te beurt valt? Een kampioen van mij, jongen. Ik heb vier titels gehad, maar hij is ook geen grote. Hoeveel uur per dag besteed je aan de vinkensport? Oh, wauw. Het duo Laurence Montaigne en Isegemnaar Marnix Viseur werden dan ook bekroond voor hun inzet. Ze werden nationaal kampioen met hun vink Flurk de Schurk. En ook in de categorie eigen kweek kaapten ze de eerste twee prijzen weg. Marnix Viseur mag dan ook terecht fier zijn, want hij is de verzorger van Flurk. Tijdens het speelseizoen is hij iedere dag van 's morgens 4 uur in de weer om de beste zorgen toe te dienen aan zijn gevleugelde vrienden. En dat mocht ook wel eens vermeld worden, vonden wij. Bij vogel- en dierenspecialist De Serrano in Wingenen treft u een enorm assortiment voeding en toebehoren voor dieren. Voor de verzorging van uw huisdier loopt u best even langs bij De Serrano in Wingenen. Steeds de meest uitgebreide keuze van diverse soorten exotische vogels en steeds een ruime keuze aan prachtige papegaaien. Grote en kleine knaagdieren. Een paradijs voor vogelliefhebbers en dierenhobbyisten. De Serrano in Wingenen, de place to be voor echte dierenliefhebbers. De echte Sint woont in Supramazaar. In dit speelgoedboekje van de Sint vindt u alles. Zelfs de reuze tekenwedstrijd van Samson en Gert. Met een gratis Samson en Gert cadeau voor ieder kind. Supramazaar, u vindt er alles. Oesje. U hebt ze de voorbije maanden ongetwijfeld in de lucht zien hangen. Het zij 's morgens vroeg, het zij 's avonds laat. We hebben het over luchtballons. Ons camerateam mocht even meegenieten en daarover brengen wij u volgende reportage. Op een mooie zomeravond rijden we met 4 ballonvaarders uit onze regio richting Egem voor een gezamenlijke vlucht.
Aangekomen op de startplaats heerst er een drukte van belang, want iedere ballonvaarder heeft een technisch team dat zich uit de naad werkt om de vlucht voor te bereiden en te volgen. Eenmaal de ballons zijn uitgerold, wordt met behulp van een ventilator wind in de ballon geblazen. Zo kan men met een speciale brander de lucht opwarmen. Die warme lucht zorgt ervoor dat de ballons straks hoogte nemen. Naarmate de ballons hun volume hete lucht hebben, worden ze rechtgetrokken. De luchtballons zijn nu alle vier startends klaar. De windsoulballon wordt gevaren door de Isegemnaar Jan de Mesure. Naast hem heeft een van onze camera's plaatsgenomen, maar ook de andere ballons zijn van camera's voorzien. Op die manier brengen we u enkele unieke beelden die voor zich spreken. Het is wel even wennen daarboven, maar eenmaal aan het varen komt iedereen tot rust. We laten u even meegenieten van de aparte sfeer en de mooie panorama's. We varen boven het dorp van Eegem, richting Rijsselendemolen, en van daaruit gaan we het kasteel van Ardooien even bewonderen. Deze jonge ballonvader is Patrick Populier uit Eegem. Reeds van kindsbeen af had hij de ballonmicrobe te pakken. Zijn droom is werkelijkheid geworden. Hij vaart de ballon van Cerebau Misso. Over Kachtem gaat het naar Isegem, de thuishaven van de windsoulballon. Maar zo te zien voelt ook Gino Siers zich hier thuis. Hij vaart de Gaverzichtballon en vandaag is het zijn 650ste vlucht. Van ervaring gesproken. Ballons varen altijd 's morgens vroeg of in de vooravond, omdat dan de luchtgesteldheid en de wind het meest gunstig zijn. Vanavond zijn de omstandigheden perfect en er is bovendien een zeer goede zichtbaarheid. We scheren boven Isegem, richting Bosmolens en even voorbij Sint-Louiswinkel is het uitzien naar een geschikte landingsplaats. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de tweede productie van TV Isegem. De redactie van NTV hoopt dat u ervan genoten heeft. Onze volgende productie mag u verwachten in de lente van volgend jaar. Om af te sluiten nog een woordje van dank aan al onze adverteerders.